Een papieren vliegtuigje. Je kunt ze op verschillende manieren plooien. Maar welke gaat het verst? Dat wou ik weten. Dus ik begon meteen met het opzoeken naar verschillende plooitechnieken. Nu kon ik beginnen plooien. En dit zijn ze dan geworden. Nu moesten we alleen nog naar een goede plek gaan om ze te testen. Dus ik ging met mijn geplooide vliegtuigjes naar een hoge heuvel. En gooide ze er alle twee vanaf. En dit is de winnaar. Want...